Daar blijf ik. Huh? Waar ben ik nou? Ik zal het jullie even laten zien. Ik ben bij Ravi. Nou, dit is Ravi en jullie zullen wel willen weten wie dit is natuurlijk. Ravi is mijn verzorgpaard en ik verzorg hem eigenlijk al best wel lang. Iets van, ik ben niet zo goed in gokken. 4 maanden denk ik, of langer of korter, ik weet het echt niet. Ja, ik verzorg, allemaal vliegen. Ik verzorg Ravi dus. En de reden dat ik nu pas video's met hem maak is omdat ik niet echt wist of ik video's met hem mocht maken. En ging het gewoon elke keer niet vragen. Ik weet ook niet waarom. Ravi is een Appaloosa, of een Appaloosa, ik weet niet echt hoe je het uitspreekt. Hij is 6 jaar, dus dat is nog heel jong. Hij is beleerd, hij is onder het zadel dus. En ja, de eigenaar die kan heel mooi op hem rijden. Ik mag soms op hem rijden, dus dat is ook heel leuk. Ik mag nog niet alleen op hem rijden. Maar wat ik wel met hem doe is allemaal vrijheidsdressuur, dat vindt hij heel leuk. En ik longeer hem heel veel. En ja, ik maak gewoon lol met hem. Al die vliegen. Ik heb Ravi ook al een paar trucjes geleerd. Nog niet heel veel, omdat hij nog niet heel erg bekend is volgens mij met vrijheidsdressuur. Ravi is een hele gevoelige pony. Of paard. Ik weet eigenlijk niet of het een paard of pony is, volgens mij een paard. Ja, ik vergeet heel veel dingen. En hij is heel gevoelig, dus hij luistert wel heel snel naar allemaal hulpen. En ik weet niet zo goed hoe je alles uit moet leggen. Je last van je vliegen, jongen. Oh ja, hij is een ruin. Ik weet niet zo goed wat ik nog meer moet vertellen. Wat zie je? Hij vindt het ook heel leuk om te spelen. Hij kan ook heel hard rennen. Soms als ik hem ga logeren, dan gaat hij ineens keihard rennen en dan kan je hem echt niet meer stoppen. Dat vindt hij gewoon heel leuk ofzo, ik weet niet echt. En ja, hij staat op een pensionstalling, dus niet op een manege. Het verschil daartussen is een manege, daar krijgen kinderen les en hier staan alleen eigen paarden, zeg maar. Voor de mensen die dat niet weten. Dus het is hier altijd heel rustig. Misschien kan ik ooit nog een staltour doen, dus we moeten wel even vragen eerst. Kusje. 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 Ravi, kusje. Ravi, kusje. Goed. Goed zo. Ja, kusje. Kusje. Kusje, Ravi. Ja, ik heb geen snoepjes, dus dan wil die niet. Ravi lijkt nu bruin, maar dat is die niet. Hij is gewoon heel erg vies. Want hij houdt heel erg van rollen in modderbaden. Ja, hij is eigenlijk gewoon grijs met wit. En een beetje zwart. En hij heeft ook wel wat bruin in zich. Maar wat nu allemaal bruin is, is gewoon viezigheid. Want hij is veel meer wit. Ik zal het laten zien. Kijk. Oh. Volgens mij stonden we er echt niet goed op. Maar ja, even kijken of je het kan zien. Volgens mij komt het heel niet over op camera. Maar je ziet daar zo'n bruine vlekachtig. Dat is niet bruin. Dat is wit. Hè, stoute pony. En ja, dit is Ravi dus. Appaloosa stippen. En hij heeft korte maantjes. Zo'n punkkapsel. En hij komt even koekeloeren. Oeh, Ravi! En ja. Ik weet niet wat ik nog meer moet vertellen eigenlijk. Dit is dus Ravi, mijn verzorgpony. Als je nog vragen hebt, kan je die in de comments stellen natuurlijk. Of ik beantwoord het in een Q&A met Ravi. Dat is wel een goed idee. Stel allemaal maar leuke vragen over Ravi. Dan ga ik een Q&A met hem maken. Laat maar in de reacties vragen achter. Ja, dat was het. En ik ga dus meer video's met Ravi maken. En laat ook maar in de reacties achter wat voor video's je leuk vindt. Ik ga natuurlijk allemaal vlogs maken en zo. En welke trucjes die allemaal kan. Oh ja, leuk weetje over Ravi. Hij doet heel vaak zijn hoofd zo naar beneden, zodat je zijn oren lekker kan kriebelen. Laat een leuke duimpje omhoog achter. Ravi die gaat even gapen, want hij vindt het saai. Vind je het niet zo leuk? Vind je video's maken niet zo leuk? En ga natuurlijk even abonneren, want dan hoor je lekker bij de Coco en Elise squad. Laat een leuke reactie achter. Bedankt voor het kijken. Doei!